voor alles en feliciteren. Wij kinderen van Holland, wij willen u eren. Goedemiddag, Le. Ja, dat had je niet gedacht, dat je me hier zo'n zei. Ja, ik ben hier vandaag. Niet zoals gewoon bij jullie op bezoek. Nee, ik ben hier vandaag in het schuurtje van Piet Vogelzang. Maar ik heb wel mijn strik, mijn jurk en mijn schoentjes aan. En daarom wil ik jullie toch wat vertellen over deze tijd. Want het is ja tenslotte bijna Koningsdag. Ja, daar hebben ze Woningsdag van maat tegenwoordig. Ja, wat ze in die coronatijd toch allemaal wanneer bedenkt. Je snapt er niks van. Maar ik moet toch wat, hè? Want ik wil jullie wel wat laten zien over den Koningsdag. Ik heb ineens zo gedacht dat ik jullie nog eerst eens wat wil vertellen over dat mooie schuurtje hier van Piet. Dat schuurtje, dat heeft zelf helemaal in elkaar. Ja, heeft niet helemaal niet schuurtje gemaakt, ja, een bedje ook wat. Maar hij heeft de spullen staan, als een non turf. Hij heeft een non potkachel er staan. Een prachtig schilderij, allemaal uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Mooi, oh, hartstikke mooi. En wij waren er ook, hè? Een huske. Weet je wat ik dan met bedoel met dat huske? Zo'n pot met zo'n deksel erop. Word je dan ook moeten gaan zitten vroegen. Kent jullie dat nog? En word je kratenpapier aan om het gat net af te wrijven. Ik ken er nog een mooie anekdote van dat huske. Ja, in dat huske, daar heb ik een mol in vastzet. Ja, echt hoor. Mijn hoofd, mijn arm en van de knie tot de voet, dat kijkt er nog goed. En de rest zat vast in een pot. Ik was met mijn vader in een boer. En daar zat ik. Ik moest nodig naar de wc. En mijn vader ging met een boer aan het praten. En ik zakte er steeds weer in. En ik ging maar roepen. Papa. Papa. Maar ja, hij hoorde mij niet. Gosje, Mikke. Hoe moest dat toch? Het duurde wat in mij, voor mijn gevoel heeft van minstens een half uur duurt voordat hij weer kwam. En wat het eerste deed toen het drank kwam, lachen. Heel hard lachen. Ik zei, papa, ik zit vast. Ja, zeggen, dat zie ik wel. Hij heeft me helemaal dubbelvoud, want ik was nog maar een jaar of 7. En toen heeft hij me droet terug. Nou, ik kan u wel zeggen, ik heb nooit weer op zijn pot opzet. Zullen we eens even bekijken, den pot? Dit is dan zo'n huske. Zo'n echt ouderwets huske nog. Helemaal in oude ere hersteld. En als je het af wilt vegen, krantenpapier, dat heb ze hier ook nog wel. Net echt. Zo, dit was het huske. Maar ik wil het ook toch nog wel even met jullie houden, den Koningsdag hem. Want dan gaat gewoon duur, hè, den Koningsdag. Kijk, er hoort ook zo'n mooi heurtkebie. Dan hebben jullie toch vroeger ook wel eens gemaakt. Uit zelf niet in, dan deed wat met de kinderen. Zo'n heel eenvoudig ding. En moet je dan zo even aan elkaar vouwen. Zo. En deze kant. Zo. En dan moet je links en rechts. Een vouwen. Zo. Ja, dat kan iedereen zo'n ding maken. Dat geloof ik direct. Kijk. En dan hoor je er helemaal bij. Oh, hij geeft me net een luk uit elkaar. Ik heb hem net niet helemaal strak genoeg. Wacht even. Wacht even. Dat was iets te snel, hè. Zo. Ja, ik heb nu een strik op. En een strik, ja, dat moet erin blijven. Dat weten jullie allemaal. Kijk. Mooi heurtje, hè. Kijk, en wij waren dan ook nog. Hij hem dan toch echt niet meer alleen maar op de kraan wil laten liggen, dan kan je mooi versieren. Dan plak je er allemaal van die mooie oranje prupjes op. In mijn koffertje. Oh nee, hier heb ik hem maar. Hier heb ik van het mooie kreppapier. Maak je van die mooie prupjes van. Nou. En je hebt tegenwoordig nu, toen je allemaal dicht zit, toch niet veel te doen. Die plak je erop, terwijl je een mooi oranje hoort hebt. Mooi of niet? En dan koopt dat helemaal voor elkaar. En dan leek net echt met onze koningin. Want vroeger had hij nog...
Juliana. Koningin. Dat was een keer. Een Nederlandzettelen. En toen kwam Beatrix. Dat kent jullie ook wel, denk ik. Hij waait zo'n mooi hoog en toef op mijn kop. En dat eenmaal werd, vergeet ik dat nooit weer. En tegenwoordig hadde Willem-Alexander. Hij was de coronatita verroet, want hij had een ontzettend mooi boord. Nou, dat is toch ook wat, hè. En van Juliana, daar heb ik nog wel een mooi leed van. Daar kan ik jullie nog wel eens even laten horen. Nu mag ik het wel eerst even bij vertellen, of misschien heb ik dat al wat gedaan. Dat mijn zingen, dat is niet alles. Dat is niet zo best. Dat heb ik... Ja. Ik zat vroeger op een koor en toen zei de dirigent en zei tegen mij... Marion, jij mag ook meedoen. Als je maar geen geluid maakt. Tja, dan durf je niet meer zoveel te oefenen. De vuur was ik altijd nog in en zei... Ja, ik zing wel voor. Nou, dat weet je wel laten dan. Dus de wieshoorn, dat is niet zo heel goed erin slepen. Dat wil niet zo goed. Dus als het een beetje vals geeft, dan moet je dat maar vergeven. En dat ik durm dan, denk ik, dat maar zo half praat in plaats van zingen. Wij kinderen van Holland, wij willen u eren. Wij danken voor alles en feliciteren. Wij kinderen van Holland, wij willen u eren. Wij danken u voor alles en willen u feliciteren. Al die jaren... U die jaren voor ons werkte, u die steun gaf in de nood, hoewel wij het toen niet merkten, want we waren nog niet groot. Vrede, vrede, dat is wat wij wensen, voor grote en kleine mensen, dat voor alle landen u een voorbeeld mogen zijn. Juliana, moeder van Holland, Juliana, reik ons de hand. Juliana, 70 jaren, zullen wij in ons hartje bewaren. Juliana, rood, wit en blauw, wat bent u een fantastische vrouw. Nou, dat lied dat heb de kinderen van Nederland toen zo'n heel ontzettend vermaakt. En misschien kent jullie dat lied nog wel. En anders moet ik nog mijn mouw weer opzoeken. Ik heb hier nog het geld van vroeger, waar ook als zo'n mooie munt op steekt. Kijk, smiet toe hier even neer. Kijk, een echte Riksdaalder. Dit was nog van Juliana. Dat was toen nog maar... Kijk, en had ik nog wel meer van die munten met hem. Vroeger hadden ze grote Riksdaalders. Maar hele kleine dubbeltjes. En als je een dubbeltje geboren bent, dan wil je nooit een kwartje. Hier heb ik nog wel een kwartje. Kijk, en tegenwoordig heb ze zo'n dubbeltje... En hij is heus niet meer weer. Maar Dennis was zo klein. Nou, zo klein. Dat dubbeltje van vroeger. Dan kan er wat dreemal, hè. Oh, het is hier een beetje duister. Ik had bij de ogen. Ik dacht dat ik zo'n dubbeltje had. Maar het is ja, een kwartje wat ik hier pak. Nee, dit is een mok hem. Dit is de 10 cent. En dit is echt zo'n Wilhelmina dubbeltje. Ja... Gek, hè, dat geld allemaal zo aans is wanneer loopt de tijd. En dat is met zoveel dingen. Maar we moeten er maar mee doen.